en welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zijn de familie Maaiers. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee en geniet van de beelden wat we gaan maken. En druk even op de abonneerbutton, like deze video en druk op het belletje. Blijf je van alles op de hoogte als we online zijn. Ook als we live zijn. Nou, we hebben lekker uitgeslapen. Heerlijk. We zijn lekker laat. Maar ja, goed. Daar is het vakantie voor. Daan is lekker aan het gamen. Ja goed, ik ga me lekker een lunch maken. Linda is werken, die moet nog een paar dagen en dan heeft zij ook eindelijk vakantie. Dus ja, ik ga lekker lunch maken. Ik zou zeggen heel veel kijkplezier en geniet er in ieder geval van. Dus ik hoop als jullie de vlog van gisteren niet hebben gezien, kijk die even terug. Want dat zou echt fantastisch zijn. Dus ja goed, ik ben even een en ander aan het pakken. Want ik ga heerlijke broodje tosti maken. Dus dat gaan we doen. En dan gaan we er gewoon een mooie dag van maken. Dus even klaarzetten. En dan gaan we smikkelen en smullen van de lunch. Ja, het is lunchtijd. Yep. Kijk hè. Lekker hè. Dus iedere keer heerlijk om een lekkere tost te eten. Maar waar je het ook mee maakt, maakt niks uit. Komt allemaal dik in orde. Dus hier wachten we even op. En dan kunnen we dat in ieder geval maken. Dus mij is de tosti klaar. Tada! Papa, je bedoelt een tosti. Heerlijk. Nou, hier heb ik genoeg aan. Ik ga even lekker eten. En ook gelijk even reacties geven. Dus ja, dat doe ik ook. Hè? Nou, bon appétit. Zo, we zijn er even klaar voor. We gaan even de deur uit. Maar dan zijn we dan ook. Dus dan zien jullie wel vanzelf van vandaag. Toe gaan. Yep. Zo, en waar zijn we? We zijn bij de kringloop. Daar wou we eens gaan oriënteren wat een televisie kost. Hier in de kringloop. Ik zeg nou, weet je wat, daar gaan we dan naartoe. En dan gaan we even kijken. Leuk. Nou, ik weet niet waar het staat, maar kijk eens. Oeh. Oh, je hebt hier van die spelletjes. Ja, en zo loop je dan lekker rond, hè. Heel veel succes. Lekker. En dan zijn we onder bij de speelgoedafdeling. En hier zijn boeken. Het is geen bibliotheek. Maar hebben ze heel veel boeken. Kijk, dan zijn we hier. In de achterkamertje. Ja, goed. Als ze niet veel te besteden hebben, is dat wel ideaal in de kringloop. Ik ga openen. Ga je testen. Kijk, en dat soort dingen allemaal, dus ja, yeah. Chic. Moet je opletten, hè? Je moet eruit. Nee, laat staan. Laat staan, want die overbreekt. En die staat gewoon hier in de kringloop, hè? Kom, mocht iemand dit herkennen, laat het weten in de reactie. Chic, hè? Zo gaan we de kringloop verlaten. Ik heb nog twee bestassen, altijd wel handig. Dus ja, gaan we op naar het volgende. Terwijl we dan lekker onderweg zijn, stop ik even hier. Dan kan ik hier ook even plasje plegen. Ik heb Daan bij me, hè? Zit lekker achterop. Ik ga belletje rinkelen. Belletje lalle? Oké. Allee. Nou, we gaan gelijk even hier naar binnen. Was wel leuk in de kringloop. Ja, dat is wat ik zeg. Mocht je minder te besteden hebben, is dat altijd ideaal. Hè? Maar ja, goed. Nou, dat hebben we gedaan. Dan ga ik even naar binnen toe. Top! Zo, en we zijn weer daar geweest. Nou, we gaan er weer vandoor. Dat hebben we ook alweer gehad. En dan gaan we nog even verder. Hè. We hebben even de pitstop gepakt, hè? Ja, een half uur, ja. Even een half uur pauze. Zijn we ook gelijk opgeladen. Ja. Nou, ga erop zitten. Hij gaat lekker erachterop zitten. Hè? Kijk, ik heb van die plastic zakken erop gedaan. Dus.
Dan zit het wat zachter. Hè? Nou, wij gaan er vandoor. Kijk, zo'n mooie auto aankomen. Chic, hè? Nou, toedeloe, tot het volgende. En waar zijn we nou beland? In het Choreocentrum. Ja, Daan loopt alvast voor. Hij wil even hier naar de Mediamarkt gaan. Nou, dan gaan we kijken. Hè. Kijken of de roltrap het weer doet, maar ik ben bang van niet. Daar komt hij. Daar komt hij. Dan gaan we even met de trap naar beneden. Zo, kijk eens, roltrappen doen nog steeds. Nou, we gaan hier even naar binnen toe. En dan gaan we even kijken. Even oriënteren. Nou, we zijn hier. En dan gaan we even hier even kijken hier. Dat is wel chic, hè? Mooie nieuwe televisies en dat soort dingen allemaal. Even oriënteren. Ja, dan heb je ook wel eens een, meestal een tweede kans of zo. Dus dat is wel mooi. Ja, nou, gaan verder. En zo gaan we de Mediamarkt verlaten. Hij heeft een beetje een indruk gekregen wat het ongeveer gaat kosten. Want we hadden, Daan, kom hier. Want we hadden gezien, de duurste televisie hier is bijna 4800 euro. Is wel een OLED 4K televisie. Dat is dan wel heel erg mooi. Dus, maar ja, goed. Ik heb hem gewoon een beetje indruk gegeven van, kijk, dus daar aan deze kant op. Die kant. Een beetje indruk gegeven van, want dat wil ik wel meegeven. Van wat het allemaal kost. Dat is wel mooi, oké. Dus het idee van, kijk, dat kost zoveel, dat kost zoveel. Daarom ben ik ook met hem naar de kringloop gegaan. Om daar te gaan oriënteren, maar daar hadden ze niet heel veel keus. Soms hebben ze geluk. Maar ja, niet altijd. Dus dat is wat ik ook bedoel. Van, als je minder portemonnee hebt, dat kan altijd. Hè. Er zijn genoeg mensen. Goed, wij hebben het ook niet breed. Maar het is gewoon om een idee aan Daan te geven. Dus, nou, wij gaan dit verlaten. En dan gaan we weer verder. Want Daan had nog een hemdje in de was bij ons van het vriendje. Dan gaan we dat even brengen. Ting, 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 ting. Dus ja, goed. Op naar de fiets. En die kant op. Is hier toch in de buurt. En we zijn weer thuis. Nou, dat hebben we ook alweer op zitten. Het hele rit. Ja. En dan hebben we dat weer gehad. Nou. Linda had me al gebeld dus straks. Huh? Zo, kunnen we binnen even lekker gaan chillen en zitten. En dat soort dingen allemaal. Dus, ja, oei. Nou, en we zijn weer thuis. Dat is Linda. Hallo Linda. Nou, we gaan even lekker chillen, zitten en even wat drinken en dan... kom ik daarna bij jullie terug. Hallo. We zijn weer even wat verder en we hebben even, ik ben even wat bijgetrokken. Dus ja goed, dat is voor mij ook eventjes weer wennen dat fietsen, maar dat maakt voor de rest niet zo heel veel uit. Ik sta in de keuken en dat is één ding dat het betekent dat ik ga kokkerellen. En wat gaan we vandaag kokkerellen? Dat zien jullie nu. Dus geniet van mijn kookkunsten aan. Liken en abonneer even. En geef ons YouTube kanaal door aan andere mensen. Ook al kom je bij de supermarkt, slager, maak een briefje, hang het op. Abonneer op de familievlog, Vloggers Maaiers. En dan moet je zien wat er gaat gebeuren. Nou, terug te komen op het eten. Ik ga lekker eten. Daar is de kat. Die heb ik al uitgelegd net. Dus dan ga je... Dan zijn jullie benieuwd wat we gaan eten. Eten lekkere aardappeltjes, broccoli, spiesjes... Dit ga ik er even omheen doen. En een klein blikje erwten. Dus dat gaan we doen. We gaan er een heerlijke maaltijd van maken. En dan gaan we genieten. Dus ik had er wat aardappelen over. En dan is het toch zo fijn. Tot de vakantie hebben. Dat niet alleen,
Maar het is fijn dat we weer heerlijk kunnen kokken en rellen. Ook een beetje weer gezond. Weet je, ook gezond eten. Hè? Dat is belangrijk voor je lichaam. Zo, maken we ze even klein. Zo, ze schilderen af. Hier de aardappelen. Doe ik zo. Zo. Maak ik hier kleine stukjes van. Wat jullie zien. En zo ga ik even verder. Dus dat gaan we doen. En dan de rest kom ik met bij jullie terug. Zo, de aardappelen hebben we geschild. Dan gaan we de broccoli beginnen. Altijd heel veel plastic. En volgens mij doet Duitsland eigenlijk heel weinig volgens mij aan plastic of zo. Ik weet het niet. Ja goed. Maakt voor de rest niet zo heel veel uit. Ja goed, het is wel een goede bescherming. Het is ook nog heel wat aan plastic. Hè? Nou, ik heb de broccoli. Ik ga hier die stronk af schillen. Dan heb ik hier. En dan doe ik hem zo schillen. Heerlijk. Nou. Oh ja, en de katten achterwortel aan de pan. Zie je dat? En dan gaan we de rest even afmaken. Dan gaat lekker buiten achterom spelen. Liken, liken, abonneer, abonneer. Ja goed, broccoli is niet zo heel erg vlug te snijden. Ik heb hier een stukje, zoals jullie zien, kijk. Het smaakt net alsof het een wortel is. Ja, of het gezond is, weet ik niet. Maar laat het even weten in de reactie. Het smaakt gewoon naar wortel. Ja. De broccoli heb ik ook geschild. Dan hebben we dit. En dit. Even omdraaien. Zo. Wat zal dat toch heerlijk smaken? Nou, dan kunnen die stikjes erin. Zo. Dan doen we dat dadelijk omspoelen. En dan laat ik het even zien. Ja, en de grondsaus voor over de broccoli. Dat soort dingen allemaal, dus ja goed, we zijn weer goed bezig. Nou, dit is de broccoli, lekker gezond. Aardappeltjes, achterwortelen en dat. En dan gaat dat strakjes daarin. Dus ik ga beginnen met kokerellen. Oh nee, ik was al begonnen. Gaan we dus daar aan doen, kijk. Wow! En dan gaan we weer even verder. Dus yes! Okidokie! Heerlijk lekker kokken, rellen en lekker eten maken. Terwijl ik nog lekker bezig ben, Linda ligt lekker een dutje te doen. Wat doet dat dan? Kijk, de helft van het water gaat eruit, hè. Drie!
1, 2. Op jou! Nee. Au. Ik deed het zoei. En zo kan het ook, hè? Nou, en meneer is weg. Die is op slot. Nee. Terwijl het eten bijna klaar is, ga ik even de saus maken. Dankjewel. Dat ruimen we straks wel even op. Ik ga het nodig. Is dat klaar? Hartstikke lekker dus. Ja. En dan zitten er weer heerlijk uit. Dus, picobello in orde. Zo, de saus is helemaal klaar. Kijk maar, dat kan ik wel even laten zien. Hè? Ja, ja, hier, kijk. Heerlijk lekker roomsaus. De rest is ook allemaal klaar. Dus ik ga jullie even dat even afgieten. En dat soort dingen allemaal in jus maken. En dan komt weer alles dik in orde. Dus. Hopla. Nou, het is toch warm. Dan gaan we even aan de slag. Alright. Ja. Alles van het kastfornuis eraf. We hebben alles heerlijk lekker hoor. Dus wij gaan lekker eten. Lekker smikkelen en smullen van de heerlijke koningsmaaltijd. Ja. Yep. Zijn we zo blij. Ook groente eten. Belangrijk. Zo, we hebben lekker gegeten. Alles hebben we opgegeten, zoals jullie zien. Alles is leeg. Behalve de jus. Dat blijft altijd over, hè. Maar ja, goed. Ik ga de boel hier opruimen. En schoonmaken. En dat soort dingen allemaal. Ik was al bezig een beetje met de vaat. En dan ga ik er ook mee verder. Dus dat gaan we doen. En als zodra ik er klaar heb. Yes, okidoki, en dan zie je mij zo meteen. En de flits is zo gedaan. Zo, ik ben wel even wat verder. Alles heb ik mooi opgeruimd en weer mooi schoongemaakt. Kijk maar, joepa. Dat staat ook alweer klaar. Dus ik ga de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Wij in ieder geval wel. En dan zeg ik, vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren, klik op belletje. En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. In ieder geval hartelijk dank voor alles. En alles wat jullie wenselijk is, wens jullie toe. In ieder geval, bye bye, zwaai zwaai, tot morgen. Doei!